Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken gelakte hondshaai in soja met paksoi en pinda. Wat hebben we nodig? Filet van hondshaai, sesamolie, sesamdressing, honing, soja, pinda, paksoi en look. Dus we beginnen met de hondshaai. Dus we nemen de filets. Die gaan we mooi gaan portioneren naar de gewenste grootte en dikte. Hondshaaivlees, die gaan we mooi afkruiden met peper en zout. Dan draaien we de filetjes mooi om. We gaan de onderkant ook nog eens afkruiden. De stoomoven, die hebben we al voorgewarmd op 100 graden. Dan gaan we mooi de hondshaai naast elkaar mooi op de plaat leggen. En die gaan we gedurende 5 minuutjes steamen op 100 graden. Dan gaan we de honing lichtjes laten inkoken. De honing die hebben we lichtjes ingekookt. En nu gaan we die bevochten met onze soja. Die gaan we nog lichtjes laten inkoken totdat je eigenlijk een dikke siroop hebt. Nu nemen we een braadpan. We doen wat maïsolie in. Dan nemen we een teentje look. We gaan de look heel mooi fijn gaan snijden. Dan gaan we de look mooi gaan aanbakken. Dan nemen we de paksoi. De paksoi die gaan we mooi midden doorsnijden. Overtollige blaadjes die snijden we eraf. Zo gaan we gaan kruiden met peper en zout. Onze look die is heel mooi goudbruin gebakken. En nu gaan we de paksoi heel mooi gaan kleuren in onze pan. Dan gaan we de andere kant ook gaan kleuren van de paksoi. Neem een klein beetje sesamolie. Nu gaan we onze paksoi mooi gaan lakeren met sesamdressing. We gaan de paksoi lichtjes affrissen met citroensap. Die 5 minuutjes gesteamd. Die gaan we nu mooi lichtjes insmeren met onze mengeling van soja en honing. Dan gaan we een mooi streepje lakage op het bord doen. Ons haai gaat mooi op het bord. Daarop komt de paksoi. En een klein beetje bakjus van de gelakte paksoi. We nemen wat geroosterde pindanootjes. Hier hebben we wat Oost-Indische kers. En we werken onze hondshaai mooi af met Oost-Indische kers. Je gaat iets peperachtige smaak geven van het bloem en van het blad. Gelakte hondshaai in soja met paksoi en pinda. First class. Zeker lekker, smakelijk en tot de volgende keer.